Goedenavond. In Leerdam houdt de politie nog steeds 66 mensen vast na de rel rond de Centrumpartij. In een hotel in Kedigem vlakbij Leerdam hadden 200 jongeren een vergadering verstoord van leden van die partij. Twee mensen raakten zwaar gewond. Een van hen was een vrouw die in paniek uit een raam van de bovenverdieping was gesprongen. De politie kwam pas met versterkingen toen het tumult al volop aan de gang was. Meer dan 60 tegenstanders van de Centrumpartij werden aangehouden. De burgemeester van Leerdam zei later dat hij niet op ordeverstoringen had gerekend. En daarom werd de bijeenkomst aanvankelijk maar door twee agenten in de gaten gehouden. Het Cosmopoliet Hotel waar de vergadering gehouden werd brandde volledig uit. De tegenstanders waren er binnengedrongen en hadden met rookbommen gegooid waardoor brand ontstond. De aanwezigen vluchtten naar buiten. Onder hen was ook de vroegere voorzitter van de partij, Jan Maat. Hij was kennelijk aanwezig om met leden van zijn oude partij te praten. In het tumult raakten tientallen mensen gewond, maar de meesten konden na een kort bezoek aan het ziekenhuis weer naar huis. De burgemeester van Leerdam zei er het volgende over. We zijn ver van huis wanneer we op een dergelijke wijze te werk gaan en methoden gebruiken die inderdaad doen denken aan fascisme en aan bepaalde andere stromingen waar mensen gemolesteerd worden terwijl ze alleen maar aan het vergaderen zijn. Dat kan niet. Dat is het einde van de democratie. Wat vindt u van deze methode? Die vind ik schandelijk. Die vermoordt de democratie. Dat kan niet. U vindt het fascistisch? Ik vind op een dergelijke wijze te werk gaan, vind ik fascistisch. U moet gezien hebben dat hier een bijeenkomst zou zijn van de Centrumpartij. Waarom hebt u niet meer politiemensen ingezet? Omdat er zodanige inlichtingen waren dat niet de verwachting was dat er iets zou gebeuren. Het was een besloten bijeenkomst van een beperkte groep waar hooguit 100 mensen werden verwacht. En er waren dus wel enkele extra mensen, maar er was niet de verwachting dat er iets zou gebeuren. De bijeenkomst was ook niet officieel aangemeld, dus dat denk dat wij de voorbereiding hebben getroffen die je redelijke wijze zou mogen verwachten. U vindt niet dat u fout gehandeld heeft? Zeker niet. De eigenaar van het hotel was verbijsterd. Dat is geen staal zo hier in Nederland. En de politie twee wagens staan te kijken hoe dat ze de ramen ingooien. En hoe dat ze daar brandbommen neergooien en mevrouw de halve been eraf. Ik vind het een schande. Op het politiebureau in Leerdam wordt nu uitgezocht wie van de arrestanten daadwerkelijk bij de rel betrokken was. Ze zullen aangeklaagd worden wegens geweldpleging en brandstichting. De Centrumpartij heeft intussen laten weten dat ze niets met de vergadering in Kedigem te maken had. Volgens de partij ging het daar om een bijeenkomst van afvallige leden die zich kennelijk wilden verzoenen met Jan Maat. Een nieuw aanbod van de Russische partijleider Gorbachev. Samen met president Reagan ergens in Europa praten over de stopzetting van kernproeven. Gorbachev deed het aanbod tijdens een televisietoespraak in het Russische journaal. Я готов уже в ближайшее время встретиться с президентом Рейганом в Лондоне или Риме, любой другой европейской столице, которая согласится нас принять, чтобы договориться по этому вопросу. И я не вижу непреодолимых препятствий. Этому ни политических, ни технических, ни других. Нужны необходимая политическая воля и понимание нашей взаимной ответственности. In Washington is nog niet gereageerd op het nieuwe voorstel van Gorbachev. Een woordvoerder van het Witte Huis zei dat het eerst grondig bestudeerd moet worden. En dan de voetbaluitslagen van vandaag. In de Eredivisie AZ 67 PSV 0-1, MVV FC Groningen 0-0, Excelsior VVV 0-0, Sparta SC Heracles 6-1, FC Twente Roda JC 1-1, Ajax Go Ahead Eagles 5-0, FC Den Bosch FC Utrecht 1-1, NEC Haarlem 0-2. En dan de Eerste Divisie, Willem II NAC 2-0, RBC Telstar 1-5, DS 79 Vitesse 3-1, MNRKC 1-1, FC Den Haag, SC Heerenveen 4-1, PEC Zwolle De Graafschap 1-0, SC Cambuur SVV 3-2, Helmond Sport Wageningen 3-2, Eindhoven Volendam 1-2. En dan tot slot het weer.
In de nacht en ochtend enkele buien. Minimumtemperatuur ongeveer 2 graden. In de middag veel bewolking en regen. Aan de kust mogelijk toenemende tot stormachtige wind. Middagtemperatuur rond 9 graden. Dit was het laatste journaal van vandaag. Voor nu of voor straks, welterusten.